En terwijl ik onder de gauw op is jugo, want je begrijpt dat ik onder ben aan mijn vallen. Managa, ik heb het een moeite. Dus dan denk ik voor hori a only money onder de zeven. Die de baka ala lockdown, a paik wa lokto. Volgens mij heb ik dat wel even bano. Merere, wa lokto. Merci kwa. Oli kwa lokto. Exi kwa lokto. Mero am chisa ka lazy. Wam chisa ka. Wam 10 kilo sa ka lazy. Vice president. De armoede slaat verschrikkelijk toe. De sma hebben moeilijk. Die mensen hebben het heel, heel moeilijk. Ja? Hebben jullie het moeilijk? Ja! Hebben jullie het moeilijk? Ja! Hebben jullie het moeilijk? Ja! Dan hebben jullie toch niet zo slim gestemd. Maar ik kan u zeggen, mijn grootste probleem, het grootste gevaar welke we hebben, en daar moeten wij met z'n allen hard tegen vechten. Oké. Het grootste probleem wat ik nu aanvoel, welke wordt aangewakkerd. Wij zullen allemaal dit land voor 50 tot 100 jaar terugwerpen, wanneer er hier raciale spanningen gaan uitbreken in dit land. Wij hebben geen enkel voordeel. Wij zullen er alles aan moeten doen. Ik ga u zeggen, laten we ervoor zorgen dat wanneer wij dingen zeggen, dat wij niet gaan in het straatje waarin ze ons willen hebben. Maar met Taiki Wansani, ik maak me zorgen. Ik maak me verschrikkelijk zorgen. Bij de verkiezingen heb ik gezegd, God one is zo, almachtige one is zo. Het volk krijgt waar hij recht op heeft. Tegelijkertijd, opoezo anno in eigen boezem. En we hebben gezien, na evaluatie, dat er heel veel misgegaan is in de partij. En daar werken wij met man en macht aan. Daar werken we met man en macht aan. Om terug te komen op het moment wanneer de tijd daar is. Dus maak u zich geen zorgen. Laat haters haten. Laat schreeuwers schreeuwen. Uno, rustig. Maak u zich rustig klaar. Wees eerlijk in de discussies. Wees kritisch in de discussies. Ik heb een stuk gelezen uit het laatste boek van Stephen Hawkins. Het is zeker waar dat onze wereldpolitiek instabiel is. Instabieler dan op enig eerder moment in mijn leven. Grote aantallen mensen voelen zich economisch en sociaal ten achtergesteld. Ten gevolge daarvan wenden ze zich tot populistische of tenminste populaire politici die een beperkte ervaring hebben met regeren en van wie het vermogen om rustig beslissingen te nemen in tijden van crisis nog getest moet worden. Dat zou dan betekenen dat de wijzer van de doomsday-klok verder verschoven moet worden in de richting van het kritieke punt. Omdat de kans dat achterloze of kwaadaardige krachten opkomen die aan het Armageddon voorafgaan
steeds groter wordt. Zij die oren hebben, zullen hebben gehoord. En ik hoop dat de regering oren heeft.